Nadat we het een aantal video's lang hebben gehad over de exponentiële functie, wil ik tot slot van die paragraaf over exponentiële functie ook nog even kijken naar een aantal exponentiële vergelijkingen. Um, want zoals je gewend bent bij alle andere hoofdstukken met verschillende soorten functies, moet je niet alleen een functie kunnen oplossen, maar ook een vergelijking. Um, een voorbeeld van uh, een andere functie is bijvoorbeeld uh, eentje met. Uh, de volgende vraag, wanneer heb je bijvoorbeeld dat de functie x kwadraat plus 3x uh, min uh, 2 plus 2 dat, dat is er, door 0 gaat. Uh, dit, dit, kan een, uh, dit is een vergelijking, dat hoort ook bij de functie over parabolen of tweede graadsfuncties. Nou, op diezelfde manier heb je ook vergelijkingen bij de exponentiële functie. En we hebben bijvoorbeeld de som die hoort bij vraag 40, is los op 2 tot de macht x plus 1 is 17. En hier heb je blijkbaar een functie fx is 2 tot de macht x plus 1. En de vraag is wanneer gaat die door de lijn gx is 17. Dat is een manier om naar te kijken. We hebben twee functies. En wanneer snijden die lijnen elkaar nou? nou? De truc bij het oplossen van exponentiële vergelijkingen is te zorgen dat we de grondtallen gelijk krijgen. Dus dat als ik hier links heb ik het grondtal 2, is dat ik uiteindelijk hier rechts ook een grondtal 2 heb. En de rest is helemaal geen vervuiling meer. Nou, het eerste wat ik doe is deze 1 hier wegwerken. Um, daar, dus ik krijg dan 2 tot de macht x. Is. 16. En wat nu de truc is, is om, hier heb ik een grondtal 2, is om dit ook zo te herschrijven dat hier een grondtal 2 uitkomt. Nou, het fijne van de sommen die hier staan is dat eigenlijk uh, de getallen niet heel vervelend gekozen worden. Dus er moet een makkelijke macht zijn dat als ik daar 2 toe, tot verhef, dat ik dan op 6 uitkom. Nou, dat klopt ook, want 2 tot de macht 1 is 2. 2 tot de macht 2 is 4. 2 tot de macht 3 is 8. En 2 tot de macht 4 is 16. Oftewel, 2 tot de macht x is in dit geval die 16. Kan ik schrijven als 2 tot de macht 4. Nou, waarom is het nou zo belangrijk om die grondtallen gelijk te krijgen? Is dat ik dit stukje en dat stukje hetzelfde is. Oftewel, dat die exponenten dan ook hetzelfde is. Dus ik mag nu gewoon, omdat ik gelijke grondtallen heb, mag ik opschrijven: x is 4. En daarmee los ik dan de som op. Nou laten we nog een andere som proberen. Dat is bij opgave 39. Daar staat op een gegeven moment 5 tot de macht x plus 6 is gelijk aan 1 vijfde tot de macht x. Nou ik heb hier een x staan en ik heb hier een x staan. En dat betekent dat ik kan kiezen tussen dit als grondtal 5 of 1 vijfde als grondtal. Nou, van nature vind ik een uh, heel getal fijner dan een breuk. Dus ik ga kijken of ik deze 1 vijfde kan schrijven tot een grondtal van 5. Nou, Zoals ook al bij de vorige som gezegd, is dat bij deze sommen de getallen niet zo ongelukkig gekozen worden dat het niet te doen is. Maar dat we gewoon met redeneren een heel eind moeten kunnen komen. Dus ik ga uh, aan de rechterkant sluiten. Want ik wil de rechterkant wil ik tot de macht van 5 krijgen. Dus ik krijg hier 5, is x tot, is 5 tot de macht x plus 6. En rechts krijg ik die 1 vijfde. Nou, 1 vijfde is eigenlijk hetzelfde als als we gaan nadenken. 5 tot de macht 1 is 5. 5 tot de macht 0 is 1. 5 tot de macht min 1 is 1 vijfde. Dus eigenlijk staat hier 5 tot de macht min 1. En dat is gewoon die 1 vijfde tot de macht x. Dat is wat hier eigenlijk staat. Ik heb nu die 5 weggewerkt. En dat is ook een rekenregel. Als ik de breuk weghaal, dan moet ik de exponent die hier staat gewoon omdraaien. Oftewel, er negatieve ervan pakken. Nou, dan kan ik weer een regel toepassen. Is dat ik dit nu wegwerken? Ik kan zeggen: die haakjes wegwerken. Dan moet ik dit getal met dat getal vermenigvuldigen. Dus ik krijg dus 5 macht x plus 6 is gelijk aan 5 tot de macht min x. Ik heb dus min 1 met x vermenigvuldigd. En nu ik weer hetzelfde grondtal heb, kan ik naar de twee exponenten kijken. Ik kan nu zeggen dat x plus 6 dus gelijk moet zijn aan min x. Of dan kan ik kan zeggen dat x 6 is min 2x. Oftewel x is min 3. En zo heb ik het oplossen. Dus eigenlijk hetgeen wat ik hier wil aangeven is dat je dus, wil je het oplossen, is het dus het is van belang dat je de grondtallen gelijk trekt. Um, tot slot dan nog even uh, 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 vraag uh, 41. Op daar naar te kijken. Want daar staat eigenlijk niet heel veel anders. Daar praten we over uh, twee vergelijkingen. Twee functies, namelijk FX. Is gelijk aan de wortel van 2. En dat alles tot de macht x plus 4. En we hebben ook nog een functie gx. En daarvoor geldt dat de functie gelijk is aan 1 en vierde tot de macht x. Nou, wat is nou het vervelende van deze twee functies? Is dat uh, dit is nog een beetje onhandig getal. En dat is nog een beetje onhandig getal. En we moeten nog gelijk trekken tot 1 en dezelfde grondtal. Nou, hier komt al een beetje inzicht in. We geven ook, als je heel veel de som hebt geoefend, dan hopen we ook dat je, inmiddels je een paar getallen gaat herkennen. Nou, en hier, wat, ik, wat ik hoop dat je hier herkent is dat deze 2 in het grondtal, dat dat heel dicht bij het grondtal 2 ligt. Namelijk de wortel van 2. En als ik hier kijk, die 4, dat zit ook heel dicht bij 2. Want we weten 2 keer 2 is 4. Dus ik wil iets met die 4 en die 2. Daarin zit mijn hint dat het grondtal waarschijnlijk 2 moet zijn. Dus als ik wil weten wanneer is fx nu groter... Of gelijk aan gx, dat is namelijk de vraag bij b. Dan is eigenlijk de vraag: wanneer is wortel 2 tot de macht x plus 4 groter of gelijk aan 1 vierde tot de macht x? En dat was dus de hint was dat ik dacht Is dat ik dus in de grondtal van 2 heb. Nou, ik ga hier nadenken over wat de grondtal van 2 is. Nou, dit is 2. Tot de macht een half. De wortel van 2 is als 2 tot de macht een half. Dus ik mag zeggen dat dit 2 tot de macht een half is. Tot de macht x plus 4. En die moet groter of gelijk zijn aan 1, 4 tot de macht x. Nou, ik weet dat die 4 dat is gewoon 2 tot de macht 2. 2 keer 2 is 4. En het is een breuk. Dus als ik het omderschrijf, dan kan ik zeggen in 1 keer 2 tot de macht min 2. Want nog even uitschrijven. 2 tot de macht 1 is 1. 2, 2 tot macht 0 is 1, 2 tot macht min 1 is 1 gedeeld door 2 en 2 tot macht min 2 is 1 gedeeld door 4. Maar goed, met rekenregels kunnen we ook komen. En dit, dit 1, 4, dat nu 2 tot macht min 2 is, dat tot macht x. Nu heb ik al hier een grondtal van 2 en daar een grondtal van 2, maar ik moet nog even die haakjes wegwerken. Dat ga ik dus eerst doen. Dan krijg ik 2 tot macht een half x. Plus 2 let erop dat ik met alles moet vermenigvuldigen, moet groter of gelijk zijn aan 2 tot de macht min 2x. En nu ik eigenlijk het grondtal gelijk heb, mag ik naar de twee exponenten kijken en dat gaan oplossen. Dus ik krijg dan een half x plus 2 moet groter of gelijk zijn aan min 2x. Oftewel, 2 en een half x moet groter of gelijk zijn aan min 2. Oftewel, x moet groter of gelijk zijn aan, even kijken, 2 gedeeld door 2,5 is uh, min, 4,5. moet goed nadenken, min 4/5. En zo hebben we het opgelost. In een volgende video wil ik gaan kijken naar logaritme. En wat je zult opvallen is dat logaritme eigenlijk heel dicht tegen dit aan ligt. En dat komt omdat het de tegenovergestelde functie is.